over de Badhuis weg binnen door naar een nachtclub waar hij vroeger clarinet heeft gespeeld. Dat passeert die punten van dat weer. Toen koning Wilhelmina in Nederland kwam direct naar bevrijding. Wilde Wilhelmina niet in Paleis Noordeinde, ook niet op het Loo, ook niet op Huis ten Bosch wonen. Ze wilde bij het volk wonen. Dat had zo geleden. Toen is gaan wonen, je kunt dat huis nog steeds zien. Staat op de nieuwe parklaan, dat ligt dicht tegen het Kuurhuis aan, nummer 110. Er staat nog een plaquette daar zo. Daar werd heel spottend over gedaan in Den Haag. Want Wilhelmina was volgens veel mensen gevlucht. En niet zomaar. Dus ik hang die theorie ook een beetje aan. Ja, hij loopt nu door het Sperrenhuis. Links en rechts over de arcades, dat is de Koenhuis, besneeuwde bouwvallen van hotels, nachtclubs, dansen en restaurants. Beurbrunnen, bij Duidelijk de Bierenbouw, Lassenvonden, Excellencies. Tenten waar het dierbare herinneringen aan had en waar je tot diep in de nacht van dans op de jazzmuziek van Coleman Hawkins, Kit Dynamite, verschillende papa's, die wij hebben ingezet. Bij Hotel Splendid aan de overkant stonden twee jongens van de Binnenlandse Strijdkrachten. De Binnenlandse Strijdkrachten namen het over direct naar de bevrijding. Die heette eigenlijk NBS, dat werd vaak gebruikt met NSB. Het was ook zo, want de bijnaam van NBS stond onder bevel van Rietbergen. Het was nog beroerder de stof in Nederland. Die roven, plunderingen, krachtboten, verschrikkelijk. Na als ze geen stengels hadden gedragen tegen mijn held, hadden ze woord van het cirkel kunnen zijn. Iemand was vergeten om een tekst verboden voor Joden op de muur achter hem te verwijderen. Tenminste, ik hoopte dat ze het vergeten waren. Voorzichtig stuifde ik naar het middenpad waar een jongen vaak de blauwe tram had genomen. Ondanks de massale afbraak waren er toch nog straten en huizen intact. Een aantal bewoners had het mogen blijven. De meeste schepen zijn weggeëvacueerd, mensen naar de achterhoek op een goede overheid. Maar een aantal mogen blijven. De moffen hadden tenslotte dienstbodes nodig. Havenarbeiders, ambtenaren, vissers, artsen en Hollandse liefjes om de heimat te vergeten. S'nachts was het gebied hermetisch afgesloten en dikke donker vanwege luchtaanvallen, maar overdag was het volgens mijn buurman best gezellig geweest en lekker stil. Dat was er nu ook. Een necropolis voor afgebroken en verwoeste planten, bedekt met de glinsterende lijkbladen van sneeuw en ijs. Vanwege de kou was het hier nog niet geweest, maar vooral omdat je lang niet overal mocht komen. Worden met verboden toegang waarschuwen voor instortingsgevaar. Gasexplosies van Duitse of Engelse windgangers. Sommige gebouwen waren gebombardeerd, maar de meeste werden afgebroken door Hollandse aannemers en sloten zich de goudkoud van het gebied. Eeuwig zonde, want het waren vaak fraaie historische panden geweest. Natuurlijk, zoals Schepen was prachtig. Het was ook zinloos geweest, maar de Führer had altijd een zwak gehad voor zinloze ondernemingen en wat was oorlog anders. Toen ik doorstak naar de nieuwe parklaan, zag ik enkele mensen klummen bij het hek van mijn voortuin bij de Nederlandse vlag in. En mijn associé rookte een sigaret bij een bestelauto van banketbakkerij Krullen. Krullen was toen de banketbakkerij genoemd. Nel, zegt de Nederlander, had me verteld dat koningin Wilhelmina daar sinds de bevrijding woonde, omdat ze de paleizen, Huis ten Bosch en Noordeinde niet passend vond die haar voor haar niet deed. Maar Nel dacht dat ze dat deed als goedmakertje, omdat ze zo laf was geweest voor de moffen te vluchten in plaats van te blijven. Ze was de moeder des vaderlands, ze had moeten blijven, net als de koning van België of van Denemarken. Weet je wat ze zeggen? Dat we daarom bang niet zouden worden zijn weggehaald krijgen, omdat iemand de vuist op tafel sloeg. Ik had willen meer dan een keer met haar vuist op tafel zien slaan, maar dat was omdat haar hofdame zich had geparfumeerd. De heer was ontzettend zuinig. Ik vroeg me af wat de spreekwoordig op de zuinige Wilhelmina bij een luxe banketbakkerij had besteld. Ik had haar één keer in Engeland gesproken, in de tuin van haar huis even buiten Londen, waar ze de wol uit een oude pullover van Bernard trok om er een nieuwe sjaal van te brengen.